Hier achter me is begonnen met de bouw van de glazen boerderij. Dat is een winkelcomplex met onder meer een horeca en een cafégedeelte. Rechts van mij liggen de stenen die op dit moment links worden gelegd in de hoofdstraat. Voor de bestrating van die hoofdstraat. De glazen boerderij die moet eind dit jaar klaar zijn. Het is te zien, op dit moment wordt er gewerkt aan de glazen boerderij. Ja, mensen in Schijndel hebben misschien soms gedacht van, nou, daar komt er nooit die glazen boerderij hier op de markt. Ja, die gedachte is wel bij heel veel mensen, maar is ook wel begrijpelijk. Want ja, we zijn al minimaal, is de gemeente al 10 jaar bezig met een gebouw op de markt. En het is dan de laatste 3 jaar dat wij dus in beeld zijn voor de ontwikkeling van het gebouw samen met Remmers. En toen is de glazen boerderij ontstaan. Maar het is dus wel het geval dat het al 10 jaar leeft in Schijndel. Dus ja, dan kunnen de mensen ook wel een begrijpelijke wijze zeggen van ja, nou, het zal er wel nooit meer komen. Maar ja, ze kunnen nou dus zien dat het dus... Dit moet hem echt worden hier, begrijp ik, hè? Ja, hier op deze plek komt hij, ja. Ja, dus ja, het gaat nu echt gebeuren, ja. Hoe komt het eruit te zien? Ja, een glazen boerderij, moet ik dan iets voorstellen? Een glas net zoals bij een melkfles? Op een bepaalde manier wel. Het refereert eigenlijk aan 2 dingen. De glazen boerderij. Het krijgt de outline, de vorm van een boerderij. Dus met de welbekende wollenseinden en met een schuine kap ook, zoals boerderijen dat hebben. En los daarvan wordt ook het volume uitgevoerd dus in glas inderdaad. Dus het hele volume wordt inderdaad gemaakt uit glas. Vervolgens wordt op dat glas wordt een print aangebracht. Eigenlijk zoals je normaal gesproken ook op papier zou kunnen printen. Er gaat gewoon een hele grote glasplaat eigenlijk door de printer heen. En die print die bestaat uit een afbeelding van een authentieke Schijndelse boerderij, zou je kunnen zeggen. Dus op die manier brengen we eigenlijk de Schijndelse boerderij die hier overal omheen te vinden is, brengen we terug naar het hart van het dorp eigenlijk. Mensen in het buitengebied die al die boerderijen vaak zien, die kunnen hier hun boerderij terugzien straks. Of althans een deel van de boerderij. Dat klopt. Er zijn, dacht ik, iets van 180 boerderijen gefotografeerd. En die zijn allemaal netjes van tevoren ingelicht van mogen wij dit gebruiken voor het marktgebouw. Nou, en ik moet me niet vastpinnen, maar ik dacht dat de 95% daar absoluut geen probleem mee hadden. En daar hebben ze dus allemaal die dingen voor opgezet. Ja. En die zijn dus één. Er wordt dus 1 boerderij. Een boerderij van glas. Wat voor moeilijkheden levert dat voor een architect op? Er zijn wat zaken om er rekening mee te houden. We hebben rekening moeten houden met de toetreding van de zon voor de ruimte binnenin. Want je wil natuurlijk geen kast maken voor de mensen die erin komen te zitten. Dus daar hebben we wat uitdagingen in gehad. Maar ook daar hebben we oplossingen voor gevonden door goed met de isolatie te werken. Er zijn wat vragen geweest vanuit de omgeving over hoe het zit met de reflectie van het zonlicht in het glas. Daar zijn we recentelijk ook nog mee bezig geweest om aan te tonen dat dat uiteindelijk geen probleem gaat zijn. Dat er geen spiegelingen te verwachten zijn waardoor mensen op bepaalde tijd zitten. Ineens met een weerkaatsing van de zon in hun ogen zitten. Dat blijkt niet zo te zijn. Dus dat zijn de dingen waar je wel mee moet werken. En om alles glas te maken aan de buitenkant, dat is aan zich al een hele uitdaging. Maar daar zijn we goed uitgekomen met de opdrachtgever en met de technische mensen erachter. Wat komt er hier eigenlijk allemaal in die glazen boerderij? Op de eerste verdieping komt er horeca, een jeans center komt erin, een bloemist komt erin, een woonaccent komt erin, woonaccent makelaars. En daar hebben we nog een ruim 200 vierkante meter op de begane grond hebben we nog over om te verhuren. Er lopen wel wat gesprekken, maar die zijn in principe nu vrij. Ook winkels denkt u dan aan of niet? Ja. Op de begane grond komen in principe alleen maar winkels. En op de eerste verdieping hebben we kleinere kantoren gepland. Van tussen de 30 tot en met 100 vierkante meter, zeg maar. Met een algemene vergaderruimte. Algemene. Dus dat is eigenlijk een soort kantoortuin idee. Maar wel afgesloten. Daar hebben we ook meer dan de helft van verhuurd. En van de tweede verdieping komt er een gezondheidscentrum. Die de gehele tweede verdieping heeft gehuurd.